wel. Wat alles is met mijn malken heen. Toch lekker zeker. Is het net prachtig. Zo'n mini nog, jongens. En dat kun je dan echt al net meer vaststellen. Ik vind het zo bijzonder. Oh, sterk. Wat is toen sterk? Ja, wel grappig dat ze dan van lezend in iemand zitten kennen en dat de wereld van hun heel oors wordt. Morgen. En naar je dij. En naar je... Vlog. Goeie morgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Je moet even wat oors als oors dan dat je hem wend binnen. Want ja, ik vlog nu al zo'n trein heel hier. En ja, het voelt me gewoon op. Ik zeg les nemen, we hebben wat waarom in de vlogs. En ja, Ildo wie echt gewoon super mini. Toen we begonnen, van mij wie ze bij de oefenvlogs, mijn eerste probeersels, wie ze zo'n wiekjes. Dus echt een babytje, een jonge baby. En als dat juist hoe zo'n bandje zich in de eerste trein heel fjouwer hier ontwikkelt, dat is toch eigenlijk echt wel uniek. Dus ik wil je een beetje meenemen in de ontwikkeling van Ildo van baby tot nou. Ik had een listje maken op mijn telefoon. Ik had alle vlogs bij Delwest. Ik had er een aantal uit. Ik hoop je hebt zo'n beetje inzicht in Jan van wat bat er nou met zo'n bandje in de eerste fjouwer hier, zeg maar. Dus hier geven we Ilde Mare van 0 tot fjouwer. Ja jongens, nou, en ik ga dus wat opschreunen welke vlag het is en wat we dan zingen. Soms doe ik even in vlags, soms neem ik echt wel even 12 treien vlags, dan mijn voeten direct die treienbeeld naar het coronatje, maar ik begin gewoon met vlog nummer 1. Want ja, dat is toch de vlog die als eerste online kwam. Is net de eerste vlog die ik echt maken ga. Maar ik moest eerst wat erin groeien en wat erin komen. Dus ja, ik denk dat ze hier ongeveer 10 wiekjes oud wie je denk ik. Zei het, 10,5 wiekjes. Dus vlog 1. En ik wist skiklen want het ziet je mij zaken. En je sjugge Ildo op de jaren. Ildo als baby. Sneeuwballen maken. En wat wie dit dan? Ildo was van Ildo. Lusje, wat zit er nog meer in de tas? Zeg eens even. De matonnen hangen, denk ik. Dat denk ik. Ja. Doe maar. Ja, deze ben voor mij. Heidi, ik. Wat hebben we nu? Ham. We gaan al een sneeuwbal heen. Zie je wat ik doe, zoals? De noordraal. Even zien of ik de cementwijn bestuur kan, zei er. Hij start de motor, riet een eindje en stort een beton op het dik. Oh, en dat nou, roepen de grote jongens. En dat jonkje. Kijk, wat? Is net prachtig. Zo'n mini nog, jongens. En dat kun je dan echt al net meer vaststellen. Ik vind het zo bijzonder. Nou heb ik drie vlogs. Vlog 26, vlog 31 en vlog 49. En Ildo kreeg haar eerste fruithap. En op de vlog daarna wil Ildo oranje steken. En op de vlog daarna dan lees ik mijn Ildo in panterkleen als takjes op een vlierkleedje. Zeg maar eens heftig. Even hoe wordt dat ze inmiddels alweer groeit is. Hoe gaat dat? Hoe gaat dat? Dat is nu weer, hè? Dat is wel heel wat anders met mijn malken, hè? Snikt wel lekker, zeker. Wat hou ik van smaak? Banaan. Oh, banaan. Banaan. Dan gaan we Joert fruit en probeer je mijn oren keer. Probeer je een beetje grinnen te maken. Hier heb ik nog worteltjes. Mijn hele oorsmaak. Ze neemt me met die schat. Christaan is nou. Ga je dat lekker aanmaken, hè? Nou, ze vindt het echt vet lekker. Eet dan grut nu. Machtig. Lekker maakt, hè? Het is lekker. Hey, moesje. Ja, doe was het oranje, hè? Doe was het een beetje oranje komen, hè? Ja, doe was het een beetje oranje komen, mijn mimi. Oeh, bloep. Oeh, bloep. Oh, sterk. Wat ben je toen sterk? Ja. Oeh, ben je toen trein? Kom maar. Oh, goed zo.
dan is het een flinke meid. Oh, ploep. En we staan. Kun je we staan? Ja. Hele dagen aan het trainen, hè? Zo. Zo. Pop, 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 pop. De planning. Nou, zaak is dus een squallen. Ik ben nou even on het chill met Ilda. Er ligt een hele bult waskleer voor mij. Ik moet even wat in het hoes doen. Even wat himmelen en poetsen. En oproemen. De beestjes even doen. En vanmiddag komt Jarelin. Dus dan gaan we dan weer even wat leuks aan met Jaren en zaken. Hè? Maar we hebben een leuke activiteit bedenken. Maar eerst lekker mijn Ildo watje. Lekker watje. Au, 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 au. Nou, het is alweer een heel verschil in hoe zo'n bandje zich ontwikkelt. En dat bleef toch zo bijzonder. Wie gaat terug? Want ik ga nog volle meer leuke beelden. Ja, het vervelendste moment van de dag, vlog 51, dat is dan steeds maar etensieren met een baby. Op een naaimiddag ben je net mee te genieten en dan maar je etensieren. Dus daar liet ik een stukje van zien. Maar ik liet ook een stukje zien uit vlog 132. We hebben al wat verder in de tijd. En dan zie je hem Ildo inmiddels zitten. Kun je zelf zitten en wat. Hier komen ze. Vind je hem dit altijd het leukste moment van de dag? Op een naaimiddag met bijen en etensieren en zo? Ik dat. Ili. Hey. Mijn kind dan het twee dingen tegelijk, hé. Hey. Wie is er bijna om draaien? Kom eens. Kom eens. Kom dan. Draai die eens. Ik zei al eens toe, haast draai eens. Kom eens. Handje. Kom dan. Kom dan. Goed zo. Nou was het zelf leren, hé. Nog een keer. Poeps, 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 poeps. Nou, probeer die nog eens. Kom eens. Hey. Jouw Nwiefke. Hoi. Zie je toe in een grabbelmand? Oh, wat haast even mooi. Wauw. Lijst aan zelf in de mand leren, hé. Luister aan zelf in. Wat heb je er al even mooi zien? Oh. Een mooi hondje. Ja, wat zit er nog meer in? Pietje. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Ik heb een mooie toer mee bouwen. Nou, je vernuwer ik me nou wel even. Nou, en dan zuchtstek zoals in die laatste vlog, dat hun wereld steeds grutter wordt. Als je zitten kennen, heb je alweer heel veel perspectief. Dus ja, wel grappig dat ze dan van lezend in iemand zitten kennen en dat de wereld van hun heel oors wordt. We gaan verder. Dan wil ik eigenlijk even drie vlogs achter corona, 140. En daarin zullen we dat Ildo wat begint te brabbelen. En daarin zullen we hem ook dat zaken... De eerste week naar groep 3 gingen dus en hier gaat nou aan naar groep 6. Dus ik heb een liet stukje van zaken van hoe snel het dat gaat. Dus die zit in groep 3 daar je krijgt. Vlag 122, zie je hem dat eerder ziek is en dat het sliepen net zo goed gaat. Nou ja, dat is natuurlijk ook een alle, ja, weromkerend iets. Dat bij een, het sliepen, dat dat soms een crime is. En in de vlag 191... Sjur hem dat Ildo één jaar werd. En dan had ze dus haar eerste jaar. Dat is juist echt die ontwikkeling van het eerste jaar. Hier komen de drie vlogs van Ildo tot één jaar. We gaan het eten op. En we gaan nou zaak uit squallen, hè? Ja. Zaak op squallen, uit squallen, hè? Een grote broer. Ja. Die had zijn eerste squallenweek er alweer op zitten. Dus wie kan? Ik ben benieuwd hoe het zijn eerste week ervan. Valt me wel heel goed. Groep 3 bevalt me volgens mij. Dat is ook wel lekker. Na 12 nachten eigenlijk haast net slipt. Had ze lekker van zon tot jelwe zon slipt. Had ik er even voet. En toen had ze tot kwartier of zon jelwagen heen slipt. Dus dat is perfect. Maar er is niet minder dan dat je bandjes net fit binnen en ziek binnen. Dat
vind ik verschrikkelijk. Je wordt dan alles wat warm, maar kist niks. Nou, lekker knuffelen en kroepen. Zullen we een lekker fruit eten? Een banaantje of zo. En oh, maar ze zou net slaan. Wat tost? Slaat hij zelf? Wat een man. Goeiemorgen. Waar is Joet Jitje? Oh, waar is Joet Jitje? En hoe oud is ze van? Ian! Ian hier. Er is er een jarig. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Ilan. Dat vinden wij alle zo prettig, ja, ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Zij leven lang. Hoera, hoera. Zij leven lang. Hoera, hoera. Zij leven lang. Hoera, hoera. Ik vind het vooral ook heel schattig om te zien hoe mooi het zaken dan omgeert met zijn zuske die haar eerste jintje had. Helemaal net jaloers of wat ik nou. Maar dan kan je maar zien hoe dat al je herinnert natuurlijk. Dus ja, heel leuk om te zien. En ja jongens, toen kwam het moment, ze begon wat te stappen. En het was een heel mooi moment, want we gingen op vakantie met de hele familie naar Gran Canaria. En mijn ouders waren er al. En mijn mem hier dus nog net zien dat Ilde Ron hier. Nou, hier komt een liedstukje van die vlog dat je misschien dat Ilde haar eerste stap gezet. Ik ben echt nog mini-stapjes, dus ik ga echt nog een vlog dat ze echt al wel wat flatter in een keer. En dat is dat we bieden bisten binnen in het theatertuin en dat is vlog 270. Nou, en dan zie je hem toch echt wel dat ze al weer wat, ja, dat ze eigenlijk al heel goed redden keer mij erin. En dan wil ik voor het vlog 289 daar even achterom plakken. Dan zie je hem dat Ildo inmiddels ook al dwaan is met een screwboot, met het screwen. En ja, echt het badje ontwikkelt zich heel bot. Dus dat wil ik ook even zien. Dus de vlog dat ze rint en wat. Zo, alles clear. Zijn we dood, knientjes? Dodo, tot morgen. Morgen. Fank, ik heb wat sneller, Ildo. Doei. Jij gaat niet mee. Doei. Ik stek zat wel. Tja, die kan je dan weer in. Oh, dan mis ik in zeker. Blomkes pleiten. Tja. Maak het met mijn schoen en ik eens toe. Goed zo, en ook hen weg in. Ja. Wauw. Wat mooi. Ildo. En een hartje voor Mem. En een hartje voor Heid. Heb ik een hartje voor Zaken? Dat is te je, jong. Dat is toch een mandarijn hoor. En een hartje voor Zaken. Ja, iets boefke werd het, jongens, hè? Kist je al echt zien? Dan komt echt dat karakterke komt al wat in vorm. En ja, ik herken haar er van nou ook nog heel bot in. Dus dat is wel heel geil om te zien. Nou ja, na het rennen kwam het kletsen en een beetje doensje. Dus ik had in vlag 400 zucht dat ze echt onder het kletsen geeft. En dat ze een doensje maakt van de spiegel. Ze is haar voor het eerst bewust van haar eigen spiegelbeeld wat. En dat is wel heel geil om te zien. En ik laat je ook zien haar tweede jitje. Dus Ildo twaaien. Dus de eerste twaaien van Ildo. Hier. Morgen. Een naaie dij. Een naaie. Vlag. Wat voor dij hebben we, Joet? Zaken is een squallen.
Voilà. Ja, en mem is mooi met Ildo. Yes. Een mem en dochterdij. Gezette. Ja, we zitten hier nou lekker even. En wat is toen in hier? Is toen mooi hier, Bonnie? Zullen we eens even in de spiegel? Let eens even zien hoe mooi is toen best. Ildo die hier de spiegel ontdekt. Dat is wel grappig om te zien. Let eens. Wat haast u in het hier? Haast u poeseerkes? Wauw. Wat mooi. Maar daar is het dus heel mooi voor de spiegel te doen. Je... Ho, ho. Ben ik eens hinnen? Ho. Ja, ik zit er nog in. Nou, wat heb je nou? Help open maar. Goed zo maar. Want de dozen krijgt er zo'n tik. Ja. Wat zit daar nou in? Dit is voor zaken. Oeh, leuk. Oh, wat is dat? Zeg eens even. Wat is dat? Derde. Dat is leuk. Wat is dat? Poppenbedje. Ja. Ik kan die poppies op koesen, hé. Nee. Dank je, opa en Beppe. Wat is dat toch prachtig, hè? Dat cadeau uitpakken, mijn opa. Helemaal glundrie en echt al bewust van dat ze cadeautjes kregen. Dat wie maar de eerste hier die al oors. Maar nou is ze wel heel bewust van, hé, dit cadeau is van mij. En dat mag ik uitpakken. Dus dat is juist echt al die ontwikkeling in. We gaan er weer terug. Want ze brabbelen eerst nog wat wutjes. Maar in vlag 496 kist zien dat ze echt al hele zin maakt. Ja, maar eens even. Wat huist u hier al hier? Baby's? Ja. Oh, nog hier. Papa. Oh, dat is de huid, ja. Au. Au. Oh, heup. Ja. Een baby en een huid. Ja. Ga eens nog meer. Nog een baby. Nog een baby. Wat is zelf. Maar die aanstek maar die mayo bedje. Ja. Ja? Ik sta aan lekker mijn koesen. Hé, mem had een malkenkleer. Kom zo, Sabi, mee? Ja. Ik ben even... Oh, zit op. Oké. Okay. Kom staan, Sabi, mee dan. Doe de sleepje, hoor. Mijn bal. Oh, dan komt stroom met de bal. Waar zet ik mijn bal in, mijn dan? Zit daar in de kaart. Och, heen, ja, ik zie het. Twee baltjes, al net. Let me eens zien. Ja, het wordt al echt een kletskouskeer. Nou, dat is nog steeds Red heel erg best. Ja, dan komen we bij de chitsclip boordje varen. Mijn eerste echte videoclip met Ildo alleenig. Ildo had er wel jeder mij die in de fruitclip. Oh, misschien is dat wel grappig. Dan liet ik even een liedstukje zien van de fruitclip. Want toen was ze nog echt wel volle liedser. En van boordje varen. Kun je hem even zien. Dus een liedstukje van de fruitclip van Ildo. En een liedstukje van boordje varen. De clip met Ildo in het boordje. Werd ik echt, ja, wat ik zo schat vind. Ga mij die krultjes. Check maar even. Als die clipjes was juist fruit helemaal in al die kleuren. Maar al die bandjes juist echt Lois en Jaren en Zaken en Famke. Hoe liet ze die er nog binnen? Zwerde weer er natuurlijk toen nog net. En dan die boordje vader juist Ilde mijn bosk mijn krul. En ja, ik wil machtig dat kapje van Hasse tegen binnen. Ik vind ik zo mooi die beelden zo mooi. Ja, een beetje in slow motion binnen. Vind ik echt prachtig om te zien. Dus ik heel wies met die videoclips. Dat die bandjes er al zo mooi op staan. Maar we gaan het erop. Want anders dan wordt dit wel een hele lange vlog. In vlag 684 zie je hem dat Ildo al traaien hier wordt.
En ja, dat gaat toch echt wel heel erg vlot. Even een liedstukje van haar tredde vierdaag. Wil je hem zien, jongens? Want die heeft hem van de achterkant natuurlijk. Maar maak maar eens even zien, hoe mooi. Ik heb een goed beetje. Zie je? Oh, ja. Heel mooi worden, toppie. En dat deze. Oeh ja, de bijkers met er nog op. Ja, hier ben ik wel. Ik kan nog nooit zo mooi daten. Ik net, ik vind het wel mooi. Maar eerst ik jongen, Tink. Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Ildo. Hieber de pie. Hoera. Hieber, hieber de pie. Hoera. En, was ik later? Nog een keer. Nog een keer. Beetje dichterbij. Oké, okay, eentje nog. Yeah! Heel een traaier hier. Prachtig net. Traaier hier, jongens, ja. Nou ja, en ze is nu in november wordt ze fjouwer. Dus ik wil nog twee clipjes zien litten van, nou ja, Cracked Lean. Wat nou Cracked Lean bad is. En dat is dat ik met Ildo een parcours maken ga in vlag 176. En in vlag 801 dat ik onder het make-up ben met Ildo. En dat is echt, nou ja, nog een heel kwart lean. Dus even zien van, hoe is Ildo nou? Dat is hem. Dus. Hallo, Jero Hanna? Ja. En dan? Kom hier. Jero? Ja. Moet ik hem halen? En... Yeah! Nou, die pijn weg. Tot de link? Okay. Ja. Draaien. Twa. Eén. Go! Hoeft net, denk. Shit, die bandje. Oh, mist poes appelmoes, nog een keer. Ja, ja. Gaat ze. Klasse. Oeh. Net voor aan de leunen. Ja. Ja! Ja! Daar ben ik. Daar is ze. Goed zo, meid. Oeps! En Droehinne, tada! Nou, weg! Ik dacht de beste winnaar. Nou, maar nooit lekker close up, maar dit is wel mooi. Plakbal. Ja. Mooi, hè? Echte prinses. Met die nageltjes aan, ik nog even weer op Nijda. Ik ben een beetje raar, dat was het de vorige keer. Wauw, ik vind het heel mooi. Ho, ho, lees litten. Even een droegje nog, zo snel zijn droeg. Doen we 12 minuutjes, oké? Okay? Ja, jongens, het werd al een hele dame. Het is echt een machtig mooi meisje, maar een heel eigen zinnig karakter. Heel zeker van haarzelf. En ik vind het wel grappig om te zien. Dat wie als baby echt heel makkelijk. En alles wie prima. Echt een super makkelijke baby. Maar staar gewoon kwam er echt dat karakter in. Wel echt een pittig karakter. Maar ik hou er echt wel weer van. We hebben wel eens even strijd. Maar ik vind het echt zo mooi dat ze zo zelfverzekerd is. En heel goed weet wat ze wil en net wil. Dat ik echt wel zo'n gevoel van, ja, dit is een red haar letter. Daar zit ik echt je tello in. Dus ja, en zat ik zei, in november dit jaar werd ze alweer fjouwer hier, jongens. Dus zij is eigenlijk echt vanuit het begin tot haar vierde jaar helemaal te zien op de vlag. En dat is toch wel heel bijzonder om die ontwikkeling zo echt op beeld te gaan. En ja, ik hoop je dat Jim het lekker leuk vond als ik. Maar hij me een beetje inzicht van, wat bad er nou in zo'n bennenlibbentje van 0 tot fjouwer. Dus ja. Laat me even hieronder weten wat je hem ervoor voelt en wat je hem opvoelt of net opvoelt of wat me leuk voelt. Laat me even weten, maar ik moet het toch even mee me delen. Vanaf successen, voor het nou een leuke vlog, abonneer je, zet een blauw tong omheen en via net de chill app te downloaden van die tablet als telefoon. Want night shit vlog. Hey hoi.